Maar ik heb net twee baby's gevoed. Joe, gaan we weer. Ik heb de ravage buiten opgeruimd van de storm. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is donderdag. Amelie en ik hebben net geshopt. Noli wilde bij Lot niet blijven in de bakkerij. En Lien is op school. En er is net een pakketje binnengekomen. Van AliExpress. Prinsessenjurken. Echt een dikke tip. Op AliExpress betaal je voor precies dezelfde jurk als dat ze op bol.com of zo gebruiken. 15 euro in plaats van 30. Je moet wel een beetje goed kijken naar de maat. Want ik heb dus nu een jurk binnengekregen waarvan de ene maat groter wordt dan de ander. Maar de jurk zelf is kleiner. Maar goed, dan kunnen de meiden gewoon wisselen van jurk. En dat is het probleem niet zo. Maar verder zijn ze gewoon heel mooi. Ik zal ze even laten zien. Ik heb deze en die allebei in verschillende maten voor Nolan en Lee gedaan. Zodat ze dezelfde hebben. Want dat wilden ze graag. En ik heb als verrassing nog eentje erbij gekocht. Eentje een blauwe. En eentje een paarse. Maar deze hoort dus twee maten groter te wezen. Maar hij ziet er qua lengte en de breedte van die romp veel kleiner uit. Dus die gaan we even passen. Maar dit is toch een verrassing. Dus van deze weten ze niet wie ik voor welk had gekocht. Scheelt weer. Happie. Lekker. Iemand wil geen brood meer eten. Geen crackers, geen brood. We proberen elke keer wel er iets in te krijgen eerst. Maar het werkt niet. Avondeten, dat is echt gewoon superveel. Maar we geven maar steeds yoghurt met fruit. Had je niet meer zin in brood? Vind je dit nou zo leuk? Je gaat zoveel geluid maken en zoveel woordjes zeggen. Het is zo grappig. Ja. Is het lekker, meisje? Vind je dit een beetje ontbijt? Kika, waar ben je nou? Daar! Nog een kus. Dat is lief van jou. Ik heb een huishoudochtend. Altijd op vrijdag, dus ik ga even naar boven. Ik heb Amelina tot bed gelegd. Nu eerst de badkamer. Mijn vriend. Jongen, ga je mee in de badkamer schoonmaken? Kijk, je moet zo. Wacht hoor. Nee, moet je wachten. Kijk, daar. Ga maar daar, aan de andere kant. Was het even plaag, kijk. Daar ligt, kijk daar. Ga maar pakken. Kom eens. Ga eens pakken. Wees daar. Mooi. Sorry, dat is echt niet lief van baas. Vrijdag hebben we altijd een ochtend samen. En dan schoonmaakochtend. En dan moeten we al snel weer Celine halen. Celine had een vriendinnetje mee, dus die zijn lekker aan het spelen. Amelie kreeg net haar vingers onder de stoel. Dus die is heel hard aan het huilen, maar Lotte is bij haar. Ik ga Nolien en ons nichtje ophalen. En daarna haar naar huis brengen. En even op de tweeling passen. Dan kan mijn schoonzus heel even te slapen. En dan kunnen wij even baby knuffelen. Dit blijft toch altijd mooi. Zo bijzonder. Gewoon twee kindjes. De ene is veel groter dan de ander. Maar dat zie je echt aan het hoofdje en aan de kleren. Kijk, deze kleren zitten nog veel losser. Maar kijk even hoe lief die handjes. Moppies. Ze worden zo wakker voor eten. Dus dan is het tijd om te knuffelen. Oké, vraag me niet hoe. Oh, kom maar. Ben je aan het spugen, jongen? Maar ik heb net twee baby's gevoed. Hoe doen tweelingmoeders dit, joh? Oh, stil maar. Boetje. Dit is zo fijn. Ik was vergeten dat ik handdoeken was en er was wat gedaan. En Rot heeft gewoon opgehangen. Dit is zo fijn thuiskomen. De meiden zijn opgebleven. Het is bijna 9 uur. Bedtijd. 9:15? Ja. Oh, excuus. Maar we leven hier niet echt nee, het is nog geen 9:30. Met een schema. Amelie die... Oh ja, Amelie die is nogal met haar middagslaap bezig, maar die is om 6 uur op bed gegaan en die heeft nog geen avondeten gehad, dus die moet wel even uit bed. Want zonder avondeten op bed kan ook niet echt. Ik dacht nog, zou ik haar alleen een fles geven, maar lijkt me niet heel handig, want dan zit ik er vannacht extra mee. Dus ik ga haar even wakker maken. Eerst de meiden op bed leggen en dan Amelie wakker maken. Joe, gaan we weer. We vonden weer luizen. Dus ik heb mijn eigen haar ook gedaan, maar ik weet niet hoe ik dit eruit krijg. Vorige keer ging het er wel uit, maar mijn haar is nu zo vet en ik heb het al een paar keer gewassen. Dat is lekker. Ik kan het beter even vast doen.
Wij gaan samen even naar het centrum lopen. Even een pakketje terugbrengen, want ik kocht dus beddengoed. En het bleek gewoon stuk te zijn nadat ik het had gewassen. Dus stap ik even terug. En wat doe ik nog meer? Oh ja, even naar de winkel. En gaan we lekker lopen doen, want het is echt heerlijk weer buiten. Kom je snel naar thuis? Met je pakje jokie. Ben je bang dat ik ze anders laat vallen of zo? Ja. Want ze zijn vet zwaar. En jij denkt dat jij ze wel kan tillen en ik niet? Ja, dat denk ik. Ben je zo mega sterk? Ja. We hebben lekker gewinkeld, maar niet heel veel gekocht. Wel deze mooie pakpapier. En een shirtje voor 7 euro. Voor Nolan. Zwart met een beetje goud. Als het goed is, komt er ook straks wat voor Lien binnen. Want die hebben we nodig volgend weekend. Wij hebben even een ballon opgeblazen. Ik wil even wat proberen. Dus hadden we even Valentijnsballon alvast nodig. Draaien, 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 draaien. Ik ga even slapen. Ik ga even slapen. Ik kom morgen weer thuis, hoor. Ik ben een avondje van huis. Ik ben er met een vriendin uit eten gegaan. En daarna naar de kroeg. Dat was heel lang geleden. Maar het was gezellig. Ik heb echt nooit spijt van dat ik zo jong moeder ben geworden. Alles was altijd wel even wennen natuurlijk. Maar verder. Maar als ik dan zulke dingen zie. Zoals vakantieboeken van iemand anders. Of zoals vrijwilligerswerken in het buitenland. Leek me ook zo gaaf om te doen. Ik wilde altijd au pair worden. Dus dan vind ik het super leuk om zulke boeken te bekijken. Kijk dan. Hoe cool is dat? Zoveel dagen gewoon in het buitenland. Op avontuur. Ogen. Een veel te veel zon in je ogen. Ik ga met de kinderen het bos in. Ik had een hele gezellige avond. En ik bleef bij mijn vriendin slapen. We gingen uit eten. We zouden een spelletjesavond houden. Maar we gingen de kroeg in. Want ja, dat hebben we al lang niet gedaan. Dus het was super gezellig. Ja, en nu stink ik vet erg naar rook. Ja, jij ging met pap een spelletje doen en opblijven, hè? Ja, was het gezellig met pap? Ja. En wij gingen ook... Lekker eten zeker. Chips. Lekker. Maar ja, goed, wij gaan nu wandelen en ik heb afgesproken. Maar het is hier een beetje vol. Dus we moeten eerst even een stukje lopen voordat we naar onze afspraak zijn. Ik kan in het bos. Heerlijk, de zon schijnt. Het is wel koud, maar prima met het zonnetje. Ja. Nou, wat een feest, wat een feest. Ze waren super gezellig. Wij dachten, we gaan even kletsen, lekker lopen. Ik neem de kids mee. Maar nee, die vonden het helemaal niet leuk. In de speeltuin even en daarna wandelen niet. Dus de volgende keer ga ik lekker alleen. Want ik zeg elke keer, nou, kom maar mee. Prima. Alleen, ik wil even lekker lopen en een stuk lopen. En die kinderbeentjes kunnen dat niet. Dus heel los. Vriend, ze maken de kinderwagen stuk. Moet je nou alles stuk maken hier in huis? Au, au, hallo. Ja, dat is een touwtje. Moos, die had een oude krentenbol onderin de kinderwagen gevonden. Die hebben we gisteren bij de bakkerij gehad, dus die was hard geworden. En vervolgens dacht hij, ik ga ermee spelen. Maar Amelie slaapt, dus ik kan er niet meteen gaan stofzuigen. Gewoon deur dicht en dan zien we er niks meer van. Zit je al te wachten, jongen? Wil je zo graag naar buiten? Nou, gaan we proberen, ja? Maar net was je heel bang buiten. Ga maar kijken. Hij vindt het mega spannend. Waar ga je heen? Ja, ik ook. Mama is ook. Alle nieuwe geluiden. Lekker. Rot heeft Nolan haar fiets klaargemaakt. We kunnen ze even samen gaan fietsen. Even oefenen. Toch, Lola? Ja. Ik had de ballonnen nodig voor een Instagram Reels. En op Instagram heb ik hem op Valentijnsdag gedeeld. Maar dat kan je hier natuurlijk niet zien. Maar ik wil hem toch even laten zien.
Ik ben de afgelopen weken zo chagrijnig. En dat zie je niet op beeld. Want ja, als ik chagrijnig ben, ga ik mijn eigen hoofd echt niet filmen. Dat doe ik niet bij een ander, maar helemaal niet bij mezelf. De afgelopen week had ik even geprobeerd zonder mijn hoofdpijnpillen. Mijn hoofdpijn gaat op zich goed, maar mijn humeur wordt er echt heel anders van. En op zich is het logisch, want het is een soort antidepressiva. Dus ja, dat verlicht in ieder geval volgens mij de prikkels in je hersenen. Nou, die prikkels die zijn echt sterk aanwezig. Dus ik ga weer beginnen met die pillen. Eigenlijk moest ik niet meer stoppen, maar ik had even niet zoveel meer. Dus ik moet even een nieuwe halen. En gisteren was het Valentijnsdag. Eigenlijk doen we niet de Valentijnsdag, maar vandaag dacht ik toch, laat ik even naar de winkel gaan. Wat lekkers halen en gewoon het gezellig maken. Dus ik heb lekkere spulletjes, die ga ik even pakken. En ja, ik ben ook gezond bezig. Al een week, dat is voor mij een hele opgave. Maar ik zag mezelf op de vakantievideo en toen dacht ik, nee, dit kan echt niet meer. Dus ja, ik doe weer mijn best. Vandaag eet ik alleen even wat lekkers, maar verder lukt het me gewoon. En dat is voor mij doen echt heel knap. Dus dat moet ik gewoon volhouden. En Selina spelen met een vriendinnetje. Dus het gezellige middagje voor Valentijn gaat sowieso niet helemaal door. Maar ik bewaar gewoon wat voor haar. En dan kan zij het vanavond lekker eten. Ja, goed idee. Wij hebben een filmavond gehad. Lien is inmiddels in slaap gevallen. Ik heb de ravage buiten opgeruimd van de storm. Want de grote zware vlonder was tegen Stella haar hok aangegaan. Dus de hele ren is stuk. Maar wel de buitenrem. Dus die zat los. Moos. Die zat los van de... van het hok zelf gelukkig. Dus Stella is veilig. Dus ik heb met al mijn kracht... dat is mijn oor, Moos. Ik heb met al mijn kracht Stella's hok gered. Heeft de ren weggehaald en nu heb ik de vlonder tegen het hok aangezet. Stevig, zodat Sterre ook veilig is. Want ja, eigenlijk moet ik haar naar binnen doen. Maar ik heb wel een ren. Alleen daar gaat ze heel hard in stampen en trekken. Want daar wil ze dus niet in. Dus ik doe haar geen plezier meer als ik haar nu naar binnen haal. Dus nu staat ze in ieder geval veilig. Het speelhuisje gaat uit zijn fatsoen. De trampoline hebben we vastgezet met banden. Dus ik was net buiten en ik ben heel bang in het donker. Maar met al mijn adrenaline dat ik zag dat Stella's hok bijna naar de Filistijnen was. Lukt het om toch in het donker even met mijn zaklamp naar buiten te gaan. Ik ga Lien op bed leggen. En ik heb morgen beloofd om ontbijt op bed te doen. Want Rolf gaat werken, dus die is morgen vroeg niet. Nolan is slaap bij mijn moeder. Dus we zijn met z'n drietjes morgen vroeg. Ga je lekker, Moos? Heel spuk. Knuffelvriend. Goedemorgen. Ik heb echt zoveel schone was. Niet normaal meer. Dus ik ga eerst maar eventjes deze kratten met schone was opruimen. Anders dan ligt er zometeen niks meer in de kast. Ja, wat zeg jij? Zware gebak. Oh, daar hou je de gebak wel recht op? Ja. Oké. Okay. Je mag je konijnen wel meenemen, Leonie. Oké. Okay. We moeten nu Kiki te kijken. Nee. Huh? Leonie gaat onze haren knippen, ja? Haal me heen. Jullie gitaar. Schat, ik denk dat je je ring bij oma in de auto hebt gelaten. Nee, ik had die half aan in de. Oh, nou, ik ga even kijken. Doe even rustig. Nee. Ze hebben het... bij oma in de auto. Bij oma in de auto heb je hem laten vallen. Ja, hierop. Ja, ik ga oma straks een berichtje sturen. Oma is aan het rijden, dus... ze kan nu toch niet een berichtje sturen. Ik ook aaien. Ben je de poes aaien? Die is lief. Jullie hebben zulke mooie haren nu. Mijn vader gaat als verrassing met de meiden naar het pannenkoekschip. Hallo. Samen met zijn vriendin. Dus ik ga bij oma eten. Gezellig. Ik voel me weer een beetje lekker. Dus ik ben blij, want het is hier vakantie. Dus dat is ook wel nodig. Een moeder die een beetje kalm is. Wij hebben gisteren foto's laten maken. Voor een portretfoto. Op een zwart doek en op een wit doek. Ik wil denk ik voor op zwart doek. Hier aan de muur. Van de hoofdjes van alle drie de meiden. Voor achter aan de tafel. Dus ja, ik dacht laat ik even een shoot boeken. Dat hebben we dus gedaan. En volgens mij is het resultaat zo mooi. Ik kreeg net al een berichtje van de fotograaf. Maar de kinderen die waren ook zo blij. Die vonden het zo leuk. Dus het moet haast wel goed gekomen zijn. Maar goed, het duurt altijd eventjes voordat de foto's er zijn. Dan kan ik ze uitzoeken en dan gaat de fotograaf ze bewerken. En dan kunnen ze aan de muur. Ik heb er helemaal zin in. Wij gaan vakantie houden. Heerlijk niks doen.
En deze vlog is gewoon echt volgens mij 2 weken ons aan mijn hangend weekvlog verhaal. Maar goed, doe je pijn, schat? Nian. Gelukkig ga je er al lachen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doeg.